Lennart zat te trillen op de achterbank van de Land Rover. Stuf keek verbijsterd voor zich uit door de voorruit die wazig werd. Jasper in het ziekenhuis. Simon die was beschoten. Lien en Bo gekidnapt. Hij voelde zich zo ontzettend schuldig. Zij waren plotsklaps op de vlucht geslagen en hadden niemand ingelicht over het dreigende gevaar. Doelloos reden ze op een godverlaten plaats naar een onbekende bestemming. Prompt sloeg hij zijn stuur om en knalde op een blauwe vrachtwagen die achter hem reed en hem net wilde inhalen. Robbe van de Velde uit Kleid bij Maldegem heeft een jeugdboek geschreven. Hij is pas 17, maar nu al slaagde hij erin om een verhaal van 312 pagina's neer te pennen. Hendel op, Blauwe Kikker heet zijn boek. En het is een verhaal over een groep jonge Giro-leden. Ik ben er eigenlijk 4 jaar geleden al aan begonnen, na het Giro-kamp van 2007. Maar dat was dan vooral in de kerstvakantie, een beetje de paasvakantie, maar natuurlijk ook nog schoolwerk. Dus in tussentijd is het onaangeroerd blijven liggen. Maar een jaar en een half geleden heb ik toch besloten om er eindelijk eens werk van te maken, om het af te werken. Het gaat over twee jongens, Bert en Bram, die zich klaarmaken voor wat een spetterend Giro-kamp moet worden. Maar eens de reis begonnen is, blijkt niets minder waar te zijn. Ze komen eigenlijk heel toevallig in contact met een stel terroristen. En krijgen daardoor ongewild ook weet van een politiek schandaal dat heerst in België. En aangezien zij de enige zijn die op de hoogte zijn van het schandaal en ze weigeren de politie in te schakelen, zijn ze ook de enige die het land kunnen redden van de ondergang. Schrijven is voor Robbe een gave, want enkele jaren geleden was hij een van de laureaten van de junior journalistwedstrijd van het Davidsfonds. Het glas kletterde bangelijk op de harde wegdek. Gilles werd verpletterd onder het gewicht van de voorste zetel en Lennart die geen gordel droeg, werd door de vooruit geslingerd. De Defender brak door midden en belandde na een koprol in de middenberm van de rustige snelweg. Gerdy en Berre lagen huilend en bloedend in het midden van het beregende wegdek. Geschrokken door de harde klap kon Bossen nog net een losgekomen wiel van Stuf's totaal verwoeste wagen ontwijken. Ook Bram was helemaal de kluts kwijt en sprong als een tijger uit Bossen's wagen alvorens deze tot stilstand was gebracht. De inspiratie heb ik vooral gehaald op de trein naar Venetië, hetzelfde jaar van het Giro-kamp in 2007. Omdat er toen 4 buitenlandse mannen naast me zaten op de trein. En ik dacht van, wat als die 4 mannen terroristen blijken te zijn? En dus heel de treinreis ben ik toen bezig geweest met het bedenken van een plan om aan de terroristen te ontsnappen. En het plan is uiteindelijk geresulteerd in het verhaal. Bram was buiten bewustzijn. Een ambulance was in de verte te horen en slechts een oudere dame had het gewaagd tussen de kogels door bij Bram te blijven. Alle anderen waren gevlucht. Stuf bedankte het dametje en knielde neer voor Bram die in foetushouding op de grond lag. Bram, probeerde hij, maar er kwam geen antwoord uit zijn mond. Hij is dood, probeerde de dame Christophe te troosten, maar dat weigerde Brams leider te geloven. Voorlopig is het enkel nog te verkrijgen via mij, via de website of via het e-mailadres waarop je mij kan bereiken. Maar ik zal mijn best doen om het zo snel mogelijk in zoveel mogelijk winkels te verkocht te krijgen.